Een aantal personeelsleden van de Nationale Assemblée hebben vandaag een bereid verklaring voor hun personeel ontvangen. Met deze stap wil de leiding van de DNA bijdragen aan het oplossen van het huisvestingsprobleem van het personeel. Minister Dinota Forswijk van Grondbeleid en Bosbeheer, die zelf ervaring heeft als parlementariër, erkent hoe moeilijk het is om in deze tijd een perceel te kopen. Toen ze werd benaderd door de leiding van de Nationale Assemblée, waarbij werd aangegeven dat sommige personeelsleden nog niet over een stuk grond beschikken om zekerheid voor hun toekomst te waarborgen, moest zij goed zoeken naar beschikbare gronden. Dit was een uitdaging, gezien het feit dat veel van de beschikbare gronden tot nu toe in bosgebied liggen. Als het aan mij ligt, zouden alle percelen die ik tot nu toe heb uitgegeven eigenlijk ontsloten. Eigenlijk bouwrijp zijn gemaakt. Maar laten we kijken wat het wordt. Want vandaag gaat mijn inschrijving doen voor een andere project in Komowijnen, welke sinds 2022 was uitgegeven. Eindelijk zijn er middelen. Dus ik heb geloof dat dat project waarin jullie nu gezet zijn geworden, ook heel binnenkort, dan ook bouwrijp gemaakt gaat worden. Mevrouw De Wind heeft het al gezegd van, er zijn enkele plichten waaraan je moet voldoen om uiteindelijk je toewijzing te krijgen. Ik zou jullie allemaal op het hart drukken om dat heel snel in orde te doen. Als jullie nog willen dat ik jullie toewijzing voor jullie moet tekenen voordat die switch plaats gaat vinden. Dus als jullie de bereidsverklaring straks krijgt, probeer om direct contact op te nemen met de landmeter om je perceel ID aan te vragen, want dat kan een beetje lang duren. De voorzitter van de Nationale Assemblée, Marinus B., zei dat het veel inspanningen heeft gekost om dit project te realiseren. Aangezien het einde van de zittingsperiode in zicht is, wilde hij ervoor zorgen dat de belofte die hij na gesprekken met het personeel had gedaan, daadwerkelijk nagekomen kon worden. Hij benadrukte echter dat dit niet het einde is. Het feit dat de mensen nu een perceel hebben, dat nog niet is ontsloten, betekent niet dat het proces stopt. Die ontwikkeling blijft niet stilstaan. En nu is het Marienburg. U betaalt niks ervoor. Het voegt alleen waarde aan uw leven. Als het niet lukt om iets vandaag ermee te doen, gelooft u mij, uw kinderen gaan u dankbaar zijn. Want er zijn vele ouders die niet in staat zijn geweest om iets voor hun kinderen achter te laten. Maar vanaf vandaag verander dat voor u. Ja? Maar natuurlijk, negociering. De voorzitter van DNA deed een beroep op de personeelsleden om verstandig om te gaan met hun perceel, zodat ze deze zekerheid blijven behouden.